Voor NEC staat vrijdag de derde wedstrijd in 8 dagen op het programma. Winst op Jong Ajax en verlies tegen Telstar. Er is veel gebeurd. En dan zijn er ook nog de blessuregevallen. Hoe lang zijn die eruit, denkt de trainer? Ja, dat wordt waarschijnlijk wel met name Guus en Mo richting winterstop of daarna nog zelfs. Ik hoop eigenlijk dat Ted met zijn enkel misschien wat sneller aan kan sluiten, maar dat gaat wel even duren. Een flinke ziekenboeg dus. NEC heeft een brede selectie. Dus wat zijn die andere opties? Ja, het is een aardig waslijstje. Dus voor ons om te kijken van hoe we dat nu het beste kunnen gaan invullen met die andere jongens die we hebben natuurlijk. Wat dat betreft hebben we nog wel wat keuzes daarin. We hebben natuurlijk met Segun en met Langeel en er zijn er nog wel met Joey en met Jordan. Dus we hebben nog wel opties genoeg. Alleen ja, dat zal misschien op een andere manier zijn als Arnaud en Moda deden. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. 2 wedstrijden in 4 dagen in dezelfde opstelling en dan ook nog die laatste wedstrijd op kunstgras. Hadden deze blessures misschien voorkomen kunnen worden? Nou, in principe niet, want daar hebben we heel kritisch naar gekeken. En in het geval van Mo, die heeft eigenlijk afgelopen vrijdag maar 70 minuten gespeeld. Nou, dat is eigenlijk degene die normaal gesproken het meeste loopt. Dus die gaf ook aan dat hij helemaal hersteld was. Met Guus hebben we eigenlijk in het begin van het seizoen voor de wedstrijd, bekerwedstrijd Achilles, hem gespaard. Die heeft de laatste weken gewoon 90 minuten gespeeld. Ook met hem hebben we bevraagd van hoe sta je ervoor. En dat was uiteindelijk van ik ben helemaal hersteld en fris. Misschien moet je concluderen dat het voor hem dan uiteindelijk misschien toch te vroeg is geweest om vrijdag-maandag te spelen. Maar zoals hij voor de wedstrijd aangaf was het geen probleem. Ja. Dan is het uiteindelijk wel zonde dat dit gebeurt. Dat Bogus binnen 4 dagen tijd 2 keer nagenoeg dezelfde mensen opstelt, vind ik op zich logisch. Het is wel het beste elftal gebleken tot nu toe. Hoewel het voetballend wel te wensen overlaat. En dat er dan 2 blessures vallen, ja, dat weet je van tevoren niet. En dan kun je denk ik heel moeilijk op, als je daar rekening mee moet gaan houden, dan zou je continu moeten rouleren. NEC had een goede serie achter de rug. Eerst 2 gewonnen en dan de laatste verliezen. Welk gevoel blijft dan hangen? Nou, met name het gevoel van de laatste wedstrijd. Want je leeft van wedstrijd tot wedstrijd. En de allerlaatste en de allereerste zijn weer het belangrijkste. En de allerlaatste was gewoon hartstikke slecht. Dus dat blijft wel langer hangen als de wedstrijd van Jong Ajax bijvoorbeeld. En dan nu FC Dordrecht. Dat wordt vast niet makkelijk. Nee, dat gaat zeker niet gemakkelijk. Ik heb ze een aantal keren zien spelen en die speelden eigenlijk heel erg verdedigend, waardoor je in hele kleine ruimte komt te spelen. Dus het is echt aan ons om die oplossingen te vinden. Nou ja, met een aantal veranderingen in het team heb ik daar best wel vertrouwen in. Maar ja, dat zal niet makkelijk worden, dat is wel duidelijk. NEC-trainer Adrie Bogus geeft zelf aan dat Dordrecht verdedigend speelt. Dat er juist op de vleugels nog wat ruimte ligt. Dus daar liggen de mogelijkheden. En daar mist NEC net de belangrijke spelers Rayi en Groeneveld. Dus dat wordt lastig. NEC Dordrecht vrijdagavond om 8 uur in de Goffert.